Wil je in Nederland bij het vissen nog in de prijzen vallen, dan moet je hengel zeker 13 meter lang zijn. Het materiaal is vederlicht en kan bij een verkeerde beweging snel breken. Maar meneer Woning weet zeker dat het niet aan hem heeft gelegen dat zijn hengel tot 2 keer toe brak. Hij voelt zich gewoon beduveld. Maar bij de eerste keer dat ik mee aan het water kom, heb ik er een 10 gram pijlootje nagedaan. Ik heb gevist, zo gewoon gepeild, zoals ik moet peilen. Ik haal hem een klein eindje omhoog, een meter ongeveer, een halve meter, boven het water haal ik hem terug. En toen zit hij aan een knak en toen was ik erop. We hebben de heer Woning direct een nieuw deel gegeven vanuit onze huidige voorraad van de hengels. En omdat wij nogal een potje kunnen breken bij de leverancier, hebben we dat ook doen besluiten om de heer Woning ook tot rust te krijgen. Nou goed, ik heb hem ingezet en een kleine slag pak ik hem omhoog. Ik denk een halve meter tot 75 centimeter boven het water. En je deed ik aan een krak. Nou, dan kun je wel nagaan. Toen was ik wit heet helemaal. Ik zei, nou, dat is de tweede keer dat hij gebroken is, die hengel. Ja, ik wil hem niet meer terug hebben, die hele hengel niet meer. Ja, hij heeft de hengel in de hoek gegooid en heeft gezegd dat wij dood konden vallen. Beste rijdende rijver, ik hoop dat hij me 1 ding plezier doet en zorg dat ik die €750 terugkrijg. Dank u. Maar als leek denk ik ook, hij koopt een hele dure hengel. Ja. En die breekt na 1 keer. Ja, ik heb tegen de heer Woning ook al aangegeven dat de breuk die veroorzaakt is, ja, die is gewoon door ondeskundige gebruik. Ondeskundige gebruik. Ondeskundige gebruik. Ja, maar u zegt gewoon, het is echt een productiefout, het ligt aan die hengel. Ja, ik ben 70 jaar, ik vis al 50 jaar al wedstrijden met hengels in Nederland. Ik kan niet meer hengel om kan. Ondeskundige gebruik. Ik heb er nou 2 staan bij wijze van spreken, nou, daar kun je mee goochelen. En had u dat trouwens hengels hiervoor die ook gebroken zijn? Zeg u? Heeft u wel eens eerder hengels gehad die ook gebroken zijn? Nee, nooit. Never. Hier is ze weer gemaakt. Ja. Met tape. En dat hout? Nou, niet echt natuurlijk. Nee, dat heeft de heer Woning zelf gedaan. Ja, ja. Deze heeft u zelf gerepareerd? Nee. Wie heeft dit gerepareerd dan? Niemand. Weet ik niet. Ah. Wij niet, dus... Nee, niet. Want hij is toch zo gebroken? Ja, weet je, maar dat zijn die delen niet. Dit zijn ze niet? Nee, ik pak het hier niet op. Oké. Dit zijn mijn delen niet. Dit zijn uw delen niet? Nee, ik heb het dan niet gelegd. De Maven hoort toch tot het topsegment van de wedstrijdhengels in Nederland. Hoe kom je daarbij? Jawel. Hoe kom je daarbij? Er zijn een aantal topmerken en Maven is er één van. Jongen, die hengels... in België de boel verjiet. Het is geen goede hengel dus? Nee. Maar waarom koopt u hem dan? Hé? Waarom koopt u hem dan? Ja, ik wil je bevlekkerd houden daarmee. Dat is dat in bedrog. Nou. Dat is puur bedrog met die hengel. Ja, maar waarom doet u zo boos? Waarom dat je zo boos bent? Omdat ze mijn man willen bevlekkeren. Ja, maar dan kun je toch ook... Dat is niet van hem, maar dat is niet van mij. Heb ik al gezegd, dat is niet van mij. Maar dan kunt u gewoon rustig zeggen. Het eerste deel, en nou krijg je het, eerste deel, ik kom er niet aan hoor. Nee. Het eerste deel, want dit heb ik niet gedaan. Hier heb ik geen plakband mee gehad. Nee, helemaal niet. Want... Het eerste deel is rechtstandig afgesneden. En niet zomaar borkeltjes. Rechtstandig was het eerste deel, was deel 4. Maar dat is niet van mij. Dat ben ik 100% zeker. Nee, oké. Okay. Tja, wat is het dan? Oké. Okay. Zeg, ik heb het hier wel gezien. Hè? U wilde die hengel graag hebben? Nog niet meer. Nee, nu niet meer, dat begrijp ik. Maar toen wel. Hij is 2 keer gebroken, die hengel. Ja. De eerste keer was u aan het peilen. Ja. Met 10 gram lood? Ja. Ja, daar kan dit toch niet van breken? Het schijnt toch wel. Was er iemand bij toen dat gebeurde? Ja. Wie dan? Weijers. Jan Weijers. En Maarwerk. En die zijn hier ook vandaag? Die zijn hier wel, ja. U was erbij toen die hengel brak? Nou, hij gooide die hengel zo in. U zegt gooien? Ja. Het achteroverwerpen. Vertel, nou, in Drent? In Drent zaten wij te vissen, ik met mijn zoons. Het waaide die dag nogal knap. Ja. En dan was het, hup, over de kop gooien. En ja, dat moest fout gaan dus op een gegeven moment. Nou, wij zitten daar te vissen. En op een gegeven moment, ja, ging het fout. Dag, hengel.
Heeft u dat gezien? Ja, dat heb ik gezien. U heeft gezien dat hij hem over de kop gooide, dat over hij toen brak? Over de kop gooide en dat hij kapot ging. Ja, hij zegt dat hij gezien heeft dat u... Gewoon bedrog. Meer maar afstaan. Nooit gezien. Nooit gezien. Mensen, hallo. Ga niet meneer zitten uitlachen. Ja. Ik ben er twee keer bij geweest. De eerste keer, daar kwam ik s'avonds bij de heer Woning thuis. Hey. Ja, Louis, ja. Hey, doe normaal. Doe eens normaal. Doe normaal. Kom maar hier. Doe normaal. Kom maar. Hup. Hup. Kom maar hier. Normaal. Nee, Jan, kom. Pas op voor de spullen. Meneer gaat naar huis. Goed. We gaan door. Dames en heren. Wij gaan gewoon door. Meneer Van Maarwijk, ik was bij u gebleven. U voelt zich geïntimideerd. Dat is zonder meer. Goed. Want ik krijg alleen een hele grote trammeland, want dat zie je nu al. Ja, dat begrijp ik. Ja. U heeft wel eens met meneer Woning gevist? Ja, ik heb de massa gehad dat ik eens één keer met hem viste. Hij is aan de waterkant. Het is een harde werker, dat mag ik erbij zeggen. Maar hij is ook een hart voor zijn materiaal, want hij gooit het in alle stukken kapot. Hij ging ruw met het materiaal om? Hij gaat altijd ruw met het materiaal om. Ja? Uitspraak in de zaak van Woning tegen de vissportwinkel Beetstoor, meneer Woudstra. Ja, is de hengel gebroken vanwege een productiefout? Dus dat de hengel niet deugde? Of omdat deze te ruw is gehanteerd? Dat is de vraag die ik moet beantwoorden. Ik acht voldoende aannemelijk geworden dat het laatste toch het geval is. De gehoorde informanten zijn volstrekt duidelijk over de wijze, de ruwe wijze waarop Woning deze hengel heeft gebruikt. En dat mag met zo'n hengel niet, hetgeen Woning toch had moeten weten. Waar het dus op neerkomt is dat dit een geval is van eigen schuld, dikke bult. En daar hoeft Beetstoor, die Woning voldoende had gewaarschuwd, niet voor te betalen. Omgekeerd hoeft Woning natuurlijk ook niet te betalen voor de kosten van onderzoek en opslag, want die behoren tot het gewone ondernemersrisico van de winkel. Wel vind ik dat Woning zich in de toekomst moet onthouden van het zwart maken van Beetstoor bij andere sportvissers, omdat dat onrechtmatig is. En als u dat toch zou doen, dan zou die 100 euro boete per keer moeten betalen. Ik zou dat niet doen. De hengel, tenslotte, die gaat terug naar Woning, want het is zijn eigendom. Maar als Woning weigert die terug te nemen, mag Beetstoor hem houden en dan mag u verder doen wat u daarmee wilt. Dat is kort gezegd mijn uitspraak in deze zaak en daar zult u mee moeten doen. Dank u wel. Oké. Mag ik maar wat aan daar? Mevrouw Woning, komt u erbij? U komt er niet bij? Leon, komt u erbij? Komt u hier even staan? U wilt er niet bij komen? Ja. Bekijken. Maak er maar een tekening van en stuur hem maar op naar Mallorca. Jan, ik moet mijn jas hebben, joh. Hé? Ik moet mijn jas hebben. Ja, goed. Nou, meneer Woning is het er duidelijk niet mee eens. Die verlaat de zaal. Ja. U wilde hem nog zijn hengel teruggeven, ja. Maar misschien moet u dat op een ander tijdstip doen. Bent u opgelucht? Weet, ik ben opgelucht, ja. Ja? Ja. Zaak opgelost? Dus voor mij is helemaal opgelost. Opgelost. Dit was de Rijdende Rechter. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dankjewel, hè. Hoe komen ze dan daarbij om delen te laten zien die in elkaar gelijk zijn? Bij mij is de vraag, meneer. Dat is gelogen allemaal.